De staatsschoutmijn die president Chandrika Prasad Santokhi wil opzetten, zal geen concurrentie zijn met locals. Woorden van minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren voor aanvang van de raadsvergadering. Alle belanghebbenden zullen worden betrokken bij het mijnbouwbeleid van de overheid. Echter wijst de bewindsman erop dat er mensen actief zijn binnen de goudsector die speculeren met concessies. Daarvoor moet er een oplossing worden gezocht. Maar wel moet ik vaststellen dat we in Suriname een systeem hebben van rentseekers in de goudsector. Ja? Dat zijn mensen die in de afgelopen jaren verschillende manieren, mensen die het gelukt is om aan concessies te komen, dus mijnbouwrechten te komen. Mensen die niet eens de capaciteit hebben om de concessies verder te ontwikkelen, om mijnen op te zetten. Maar die houden de concessies vast. Ja, die noemen we rentseekers. Wat ze doen is ze wachten op een moment waarop een buitenlandse investeerder langskomt om te dealen. En dan ze speculeren met de concessies. Dus dat is een probleem waarmee we te maken hebben, te kampen hebben. En we moeten een oplossing ervoor zoeken. Belangrijk, een ieder wordt betrokken bij het mijnbouwbeleid. Dat is de werkwijze. Alle stakeholders hebben, we zijn in goed overleg met de kleinschalige goudzoekers, met de mijnbouwrechthouders. Ook wijst de minister erop dat de president niet heeft aangegeven dat er een nieuw goudbedrijf zal worden opgezet naast Grasalco. Het gaat om het opzetten van een mijn. En het kan zijn bij Grasalco of bij een andere entiteit. Grasalco is een 100% staatsonderneming. Nogmaals, de president heeft niet aangegeven dat er een nieuw bedrijf moet worden opgezet. Ik wil dat zeggen dat mijnen waar Grasalco werkt niet 100% van de staat is? Op dit moment is dat wel zo. Dus dat is wat ik zeg toch. Grasalco is 100% staatsonderneming. Ik ga u zeggen waarmee we te kampen hebben op dit moment. Grasalco, 100% staatsonderneming, was al bezig in het Lely-gebied te onderzoeken, exploratiewerkzaamheden, heeft ettelijke miljoenen geïnvesteerd daarin. Maar 2 jaar geleden vond de toenmalige regering het nodig om die concessies waarop Grasalco actief was in te trekken en dan wederom uit te geven maar aan een andere entiteit. Dus als je nu zegt van Grasalco is al bezig, ik moet je helaas teleurstellen. Want die activiteiten van Grasalco toen de tijd zijn stopgezet. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. De minister zegt dat het niet eenvoudig is deze concessies weer in de boezem van de staat te krijgen.